Goedenavond allemaal. Ja, goedenavond. Volgens mij zijn we live, Freek. Ja, spannende avond. Veel vragen. En ik hoop een heleboel mensen. Ongetwijfeld. Zit jij veel Facebook uit? Ik zit heel veel op Facebook. Maar ja, ook op Twitter. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik niet. Maar, jij niet? Nee, oké. Okay. Nee, ja, nu dus wel. Ja, ja, we zitten in de colloquiumzaal van het Alzheimer Centrum. Wel leuk, je ziet allemaal hierachter de foto's van alle medewerkers. En hier hebben we elke week onze patiëntenbespreking. Dus we zien op 3 dagen in de week 4 nieuwe patiënten. Dus 12 in de week. En die bespreken we dan hier elke vrijdag. Krijgt iedereen even de beurt. Dus de neuropsycholoog. We doen de radioloog die vertelt wat hij ziet op de MRI-scans. En uiteindelijk maken we dan een diagnose. En dan de week erop worden patiënten dan daarover geïnformeerd. Dus dat gebeurt hier allemaal in deze ruimte. Ja. En dat gebeurt al jarenlang. Dus we hebben een hele grote expertise. En eigenlijk willen we het vanavond met name hebben over de ziekte van Alzheimer. Er zijn ook wel een heleboel andere oorzaken van dementie. Maar vanavond gaat het primair over de ziekte van Alzheimer. Ja. Ja, daar hadden we het net over, hè? Dat het heet het Alzheimer Centrum, maar we doen eigenlijk veel meer. We zijn eigenlijk een geheugenpolykliniek. Ja. En ik zie dus eigenlijk inderdaad mensen met ofwel problemen met denken, gedrag of stemming. En dat doen we in het Alzheimer Centrum Amsterdam. Ja. Misschien is het een idee als we ons voorstellen. Ik ben Freek Grissen. Ik ben verpleegkundige en ik ben pas 20 jaar verbonden aan dit centrum. Het bestaat ook al 20 jaar. En mijn rol is met name het begeleiden van met name de partners of de kinderen van mensen met dementie. Maar ik praat ook regelmatig met mensen met dementie. Kijken tegen welke problemen ze aanlopen. Ik doe veel zorgverwijzingen. Ik organiseer veel zorg voor thuis. En voor de rest probeer ik zoveel mogelijk voorlichting te geven aan zowel de patiënten als de partners. Ja, ik zal mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Niels Prins. Ik ben neuroloog. Ik werk hier in het Alzheimer Centrum. Daar zie ik patiënten. Maar daarnaast werk ik ook bij Brain Research Center. Daar ben ik verantwoordelijk voor de organisatie. Dat hebben we opgericht, dat centrum, om onderzoek te doen naar nieuwe medicijnen. Want eigenlijk is er voor bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Alzheimer nog vrij weinig. We hebben medicijnen waar we het ziekteproces een klein beetje, of laat ik zeggen de symptomen van de ziekte, wat kunnen verbeteren. Maar helaas hebben we nog geen medicijnen om de ziekte echt te remmen. En daar doen we dus heel veel onderzoek naar. Dat gebeurt wereldwijd. Maar ook bij ons in het Brain Research Center. En wat verder denk ik goed is om te vertellen, want we zijn eigenlijk te gast vanavond bij hersenonderzoek.nl. Ja. Hersenonderzoek.nl, dat is een, zou ik kunnen zeggen, platform. Het is een plek waar je via het internet naartoe kan gaan. Het is eigenlijk een online community waar mensen zich vrijwillig aan kunnen melden. Veel gezonde mensen, maar ook patiënten met de ziekte van Alzheimer of andere hersenziektes. En dat platform maakt het eigenlijk mogelijk voor mensen om deel te nemen aan onderzoek, aan hersenonderzoek. Het koppelt als het ware mensen die mee willen doen aan onderzoek met de onderzoekers of met specifieke onderzoeksprojecten. En dat is een ongelooflijk belangrijk platform. Het is best uitdagend om mensen te vinden die mee willen doen aan onderzoek. En het mooie van hersenonderzoek.nl is dat dat eigenlijk mogelijk maakt op grote schaal. Vandaar ook dat we, we hebben gezegd, daar doen we graag aan mee. En hartstikke leuk, ook zo'n livestream. Ja. En we hebben dus verschillende vragen al binnengekregen. Er is een nieuwsbrief uitgegaan. Daar is al echt veel op gereageerd, dus superleuk. En ook is er nu de mogelijkheid om live vragen in te sturen via de chat. En die krijgen wij dan ook even voorgeschoteld. Dan gaan we dan proberen te beantwoorden. Ja. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, dat mensen zich realiseren dat het voor onderzoekers vaak heel moeilijk is om goed aan patiënten te komen of aan mensen te komen die onderzocht willen worden.
En dat is vaak een enorme zoektocht. En soms zie je dat onderzoeken mislukken omdat er onvoldoende mensen zijn die mee willen doen. Dus eigenlijk roepen we op om aan iedereen van schrijf je in ieder geval in. Ja. Pas je niet in een onderzoek, ja, dan houdt het op. Dan kan het een jaar duren, maar dan weten we in ieder geval, je bent paraat, we kunnen je vragen. En dat is voor de onderzoekers heel prettig. En ik heb hier in 20 jaar al heel veel onderzoekers zien komen en zien gaan. En soms ook heel gefrustreerd omdat ze onvoldoende mensen konden krijgen om goed onderzoek te doen. En om goed onderzoek te doen heb je heel veel mensen nodig. Ja. Dat is belangrijk. Ja, het kan echt niet zonder deelnemers. Nee. Dus je voor het doen van onderzoek heb je natuurlijk de onderzoekers nodig. Je hebt al je technologie nodig. Er is ongelooflijk veel kennis, maar ja, zonder deelnemers geen onderzoek. En zonder onderzoek ook geen oplossingen voor Alzheimer of andere hersenziektes. Want met elk onderzoek komen we toch een stapje dichterbij. Ja. Dus doe mee, schrijf je in bij hersenonderzoek.nl. Oké, nou. Hebben we al wat vragen binnen eigenlijk? Dat weet ik niet. Ja, eens even kijken. Had jij al een vraag, Freek? Ik moet eens even kijken. Ja, nou ja, de meeste vragen, dat merk ik in Alzheimercafés ook, gaan ook meestal over de ziekte. En zijn meestal doktersgerelateerde vragen. En ik weet dat heel veel mensen heel veel vragen hebben over erfelijkheid. Mm-hmm. Zo van mijn opa, mijn oma, mijn vader, mijn moeder was dement. En wat voor risico loop ik nu? Daar doen we ook heel veel onderzoek naar. En ik denk dat er ook eerst goed belangrijk is ook om mensen gerust te kunnen stellen. Zo van, goh, luister, komt één iemand met de ziekte van Alzheimer voor in uw familie, dus de kans is niet zo heel groot dat u dat krijgt. Ja, maar er zijn ook families waarin het veel vaker voorkomt. Ja. En dan zie je dat er zowel medisch gezien heel veel te doen is, omdat je wil weten van over welke afwijking hebben we het, maar daar weet jij veel meer van dan ik. Maar ook van hoe gaan we nou zo'n gezin ondersteunen. Hè? Ja. Want vaak zie je dat bij jongere mensen voorkomt. En dat er dan ook in dat gezin ook nog kinderen voorkomen. Die zoiets hebben van, ja, nu is mijn vader. Maar wanneer ben ik aan de beurt? Ja, nee, dat is een heftige problematiek. Een van de vragen, dat is misschien ook nog wel goed om mee te beginnen. Dat is eigenlijk een hele fundamentele vraag. Wat is de ziekte van Alzheimer precies? En hoe verschilt het van dementie? En dat is eigenlijk een vraag die we heel vaak krijgen, Freek. Ook als we bijvoorbeeld bij een Alzheimercafé een praatje houden. Dat is eigenlijk de vraag die toch elke keer weer gesteld wordt. Maar toch ook goed om weer even te beantwoorden. Wat is nou de ziekte van Alzheimer? De ziekte van Alzheimer is een hersenziekte. En het is een hersenziekte waarbij zich abnormale eiwitten ophopen in de hersenen, tussen de hersencellen. En dat leidt tot eigenlijk een sneeuwbaleffect, tot een soort cascade van gebeurtenissen. En uiteindelijk gaan hersencellen dood. Dat zie je dan ook op scans. En krijgen mensen ernstige problemen met het denken. Nou, als dat nou heel ernstig is, dan op een gegeven moment ga je dat dan dementie noemen. Dus dat is ook eigenlijk meteen het verschil. Dus dementie, daarmee bedoelen we iemand heeft denkproblemen die zo ernstig zijn dat iemand niet meer functioneert. Iemand kan zijn werk niet meer doen. Iemand kan zijn gewone sociale contacten niet onderhouden. Dus echt hele forse denkproblemen. Dat is dementie. En een van de oorzaken van dementie, dat is de ziekte van Alzheimer. Dus dat is het ziekteproces. Dat is de hersenziekte. En het is ook de meest voorkomende hersenziekte die dementie geeft. Maar er zijn ook heel veel andere hersenziektes die dementie kunnen geven. Maar omdat het zoveel voorkomt, de ziekte van Alzheimer, als oorzaak van dementie, wordt het ook heel vaak door elkaar gebruikt. En dat doen we soms zelf ook wel, toch per ongeluk. Hè? Dus maken we onszelf ook wel schuldig aan. Vandaar ook vaak de verwarring. Hè? Dus het wordt vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn eigenlijk twee verschillende begrippen. Ja. En je ziet dat iemand die lijdt aan dementie vaak veel zorg nodig heeft. Dat zijn ook vaak de mensen die al naar de dagopvang gaan of al opgenomen zijn in het verpleegtehuis. En dat geeft ook het stadium weer. Hè? Dat zijn mensen die niet meer in staat zijn om 24 uur per dag thuis te verblijven, omdat de partner het niet redt. Of, wat natuurlijk steeds vaker voor zou komen, omdat het alleenstaande mensen zijn. Hè, maar dementie geeft weer dat je eigenlijk, is dat eigenlijk een criterium om zorg te krijgen. En dat is denk ik wat je moet onthouden. Op het moment dat het thuis goed gaat en een partner kan het nog goed aan, kinderen kunnen het nog goed aan, dan praat je over de ziekte van Alzheimer.
En is dat verder gevorderd, dan praat je over de toestand dementie. Ja. En dat is het moment dat je heel veel zorg nodig hebt. En dat is soms redelijk nieuw. Het leidt bij ons ook nog wel eens tot spraakverwarringen. En dat we mensen soms ook in de war brengen. Dat we daar zelf ook in zitten te haspelen. Ja. Maar ik denk dat dat langzamerhand wel steeds meer ingang gaat vinden. Ja. En wel ook wel belangrijk is. Nee, we kunnen natuurlijk ook steeds meer, hè, met de technieken die we hebben. Dus vroeger was het toch zo dat we de diagnoseziekte van Alzheimer stelden door andere oorzaken uit te sluiten. Dan zagen we op de scan van nou, het is in ieder geval geen tumor of het is geen bloeding. Dan zal het wel de ziekte van Alzheimer zijn. Alleen nu, sinds een aantal jaren, hebben we nieuwe technieken. Dus we hebben amyloïd PET scans. We kunnen met een ruggenprik hersenvocht weghalen en naar het laboratorium sturen. En daarmee krijgen we informatie of het Alzheimer-ziekteproces aanwezig is. En dat is echt een groot verschil ten opzichte van vroeger. Dus we kunnen nu bij mensen tijdens het leven met 100% zekerheid vaststellen dat er sprake is van Alzheimer-ziekteproces. En dat is nog echt wat anders dan of iemand dementie heeft. En dat is ook meteen eigenlijk een bruggetje naar de volgende vraag. Van hoe merk je nou dat je Alzheimer hebt in een pril stadium? En wat zijn de voortekenen? En waar moet je op letten? Nou, dus goed om te bedenken dat de ziekte van Alzheimer, dat eigenlijk een hersenziekte is die dus in het hele vroege stadium helemaal geen symptomen geeft. Dus mensen kunnen Alzheimer hebben, heel vreemd eigenlijk, zonder dat je het merkt. En dus hoe merk je dat je het hebt in een pril stadium? Het kan dat je er helemaal niks van merkt, maar het kan ook dat je wel de eerste symptomen krijgt. En dat zijn dan toch meestal wel geheugenproblemen. Denk ik. En ook eigenlijk hele algemene problemen, dat maakt het ook zo moeilijk. Dus bijvoorbeeld vergeten waar je spullen hebt neergelegd, hè, je bril of afspraken vergeten. In het hele vroege stadium zijn het eigenlijk hele algemene dingen. Helemaal niet zo specifiek. Alleen naarmate de ziekte voortschrijdt, en dan gaat het op een gegeven moment ook alarmerend worden, dan wordt het wel specifieke klachten. Die dan ook op zich al wel voor onrust bij de omgeving kunnen zorgen. Hè. Dus als je bril af en toe kwijt bent, is niet zo erg. Maar als je hem terugvindt in de koelkast, dat is een ander probleem. Dat is een ander probleem. En, ja. Wat ik dan ook vaak vraag bij mensen in de spreekkamer, hè, op de geheugenpolykliniek, is van, ja, gaan er echt dingen mis? En, want iedereen vergeet wel eens wat, maar dan heel vaak kan je dat toch nog een beetje corrigeren of dat valt allemaal wel mee. Maar met de ziekte van Alzheimer, op een gegeven moment, dan gaan er dingen echt mis. Dus je vergeet afspraken waardoor iemand voor de deur staat voor niks. Of je vergeet rekeningen te betalen en er ontstaan schulden. Dat worden op een gegeven moment echt hele vervelende problemen. En dat is denk ik het verschil tussen geheugenproblemen waar je wel of geen zorgen over moet maken. Alleen het ingewikkelde is dus dat je zelfs Alzheimer kan hebben zonder dat je het merkt. En dat weten we tegenwoordig. Ja, en ik hoor ook wel vaak van partners terug dat je ziet dat het gedrag verandert in de loop van de tijd. En dat zien partners vaak pas op het moment dat ze terugkijken. Ja. Dan zeggen ze van een jaar geleden, toen was hij nog heel actief. En je ziet dat dan belangstelling voor hobby's wat vermindert. Dat mensen minder graag op vakantie gaan. Vaak zie je bij mannen die heel handig waren, die een eigen huis gebouwd hadden, dat ze ineens veel meer moeite hadden om klussen voor elkaar te krijgen. Ja. Vrouwen zeggen van vroeger knipperde die met zijn ogen en dan stond er een kast. En nu is het een rommeltje en gooit hij het uiteindelijk aan de kant, want het lukt niet meer. Dus het is ook niet altijd direct het geheugen, maar vaak ook het veranderende gedrag, wat heel erg opvallend is bij partners. Ja. Stemming ook. Stemming zie je ook. Ja. Mensen wat stiller worden, teruggetrokken. Ja. Ja. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen als je je wat minder voelt, dat je je ook wat terugtrekt en wat somberder wordt. Ja. 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 Nee, dat heeft inderdaad twee kanten. Want stemmingsproblemen zien we eigenlijk best vaak, hè, bij de ziekte van Alzheimer. Ja. En dat kan inderdaad zijn dat je, omdat je zoveel vergeet en omdat je je werk niet meer kan doen, dat je daar somber van wordt. Dat is eigenlijk een normale psychologische reactie op verlies. Maar het kan ook zo zijn dat het ziekteproces ook gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor stemming,
als het ware beschadigd, zodat je heel direct door het ziekteproces zelf, die abnormale eiwitten die zich ophopen, dat je daar ook somber van wordt of angstig of achterdochtig. Dus ja, stemmingsproblemen komen ook echt veel voor. Ik heb trouwens een vraag en dat is van Melanie via de chat. En Melanie vraagt: op welke leeftijd krijg je meestal Alzheimer? Het is typisch een ziekte van de oudere leeftijd. Meestal is het in de 70. We hebben kunstmatig een grens getrokken bij 65. We vinden alles boven de 65 jaar, als iemand dan de ziekte van Alzheimer krijgt, zeggen we ja, dat is normaal tussen aanhalingstekens. En als het daarvoor is, dan noemen we het met begin op jonge leeftijd. Alleen, er zijn ook mensen die krijgen het veel jonger. En nou, dus heb je ook veel patiënten van Freek. En dat zijn mensen die terwijl ze 50 zijn, of hebben zelfs nog jonger patiënten hier. De jongste patiënt die ik gezien heb was 18 in de 30. Dat is wel echt wel heel extreem hoor. Maar het komt dus wel voor. En het is natuurlijk zo dat we zitten hier bij het Alzheimer Centrum Amsterdam. En wij zijn een zogenaamd tertiair centrum. Dus we krijgen uit heel Nederland patiënten juist met begin op jonge leeftijd van de dementie verwezen. Dus wij hebben wel een beetje vertekend beeld. Wij zien het hier relatief vaak, maar het is wel zeldzaam. Het overgrote deel van de mensen met de ziekte van Alzheimer krijgt dat op leeftijd 70 jaar, 80. Ja, maar goed, het komt dus ook op jonge leeftijd voor. En dat is ook meteen een valkuil voor bijvoorbeeld bedrijfsartsen die een patiënt krijgen met burn-out en geheugenstoornissen. En dat kan dan de ziekte van Alzheimer zijn. Alleen ja, het is toch zo zeldzaam dat de bedrijfsarts daar vaak niet aan denkt. En het nare is bij die mensen met dementie op jonge leeftijd dat het vaak heel lang duurt voordat de goede diagnose gesteld wordt. En dat kan je ook wel voorstellen. Dat is ook niet echt iemands fout. Aan de andere kant is het ook wel weer belangrijk om dat wel heel veel bekendheid aan te geven. Hè. Dus daar zit dan ook weer goed voor, denk ik. Dat mensen weten, ook huisartsen, bedrijfsartsen, dat ook op jonge leeftijd, zij het heel zeldzaam, toch de ziekte van Alzheimer kan ontstaan. Ja. Ja. En vaak zie je bij jongeren zie je dat er in de loop van de tijd een burn-out voorkomt. En dat ze dan later heel langzamerhand andere klachten krijgen. En dat er dan blijkt dat er dementie is. Of de ziekte van Alzheimer eigenlijk. Het is niet omgekeerd dat je iedereen die een burn-out heeft ook de ziekte van Alzheimer ontwikkelt. Dat is maar heel incidenteel. Maar ik denk dat het voor bedrijfsartsen, maar ook voor huisartsen ook heel belangrijk is van neem het mee in je gedachten. Het kan een depressie zijn, het kan ook echt een burn-out zijn, een overspannenheid, zoals het vroeger heet. Maar heel incidenteel kan het ook te maken hebben met het begin van de ziekte van Alzheimer. Wij zien dat vrij veel, maar zoals Niels al zei, dat is uitzonderlijk, maar het komt voor. Ja. De vraag is trouwens van de regie of wij goed te verstaan zijn. Dat is alleen heel geestig, dat doet een beetje aan Kees van Kooten, Wim de Bie denken. Hoort u dit? En als u dit niet hoort, wilt u dan iets geven? Ik zeg maar, zijn wij goed te verstaan en dan... waarschijnlijk zijn er hele slimme mensen die daar dan iets mee kunnen met die informatie. Ik niet, maar ik hoop het. Ja. Dan wordt er wel gechat, denk ik. Duimpje gaat omhoog. Dus. Duimpje omhoog. Ja, oké. Okay, ja. Goed. Ja. We hadden nog wat andere vragen. En één vraag is welke vormen van dementie bestaan er? Het sluit een beetje aan waar we het net hadden. Hè. De ziekte van Alzheimer komt heel veel voor, maar er zijn ook andere oorzaken, ik noem het eigenlijk vaak oorzaken van dementie. Waarbij dan ook wel de verschijnselen een beetje anders kunnen zijn. Dus het ziet er ook wel een beetje anders uit. Hè? Dus in die zin misschien ook andere vorm. Maar dat zijn dementie door andere hersenziektes. Hè? Dus bijvoorbeeld dementie door vaatschade in de hersenen. In de hersenen zijn, net als in alle organen, heb je bloedvaten, slagaders en aders. En als de slagaders dichtslibben, dan krijg je daar infarcten van. Als ze barsten krijg je een bloeding en die beschadiging van de bloedvaten kan dus beschadiging geven van het hersenweefsel. En als dat erg genoeg is en het zitten gebieden die belangrijk zijn voor denken, dan krijg je daar ook dementie van. En dat noemen we dan vasculaire dementie.
Dus dat is een andere oorzaak. Er zijn ook ziektes zoals bijvoorbeeld dementie met Lewy bodies. Dat is een broertje van de ziekte van Parkinson. Ja. Dat zijn net als de ziekte van Alzheimer is dat een eiwitstapelingsziekte. Alleen het zijn andere eiwitten. Het is het eiwit alpha-synucleïne wat zich dan ophoopt. En bij Parkinson hoopt dat eiwit zich op in de gebieden die belangrijk zijn voor je motoriek, voor soepel kunnen bewegen. Terwijl bij dementie met Lewy bodies zie je en problemen met bewegen, maar die eiwitten zitten dan ook in de gebieden die belangrijk zijn voor denken. En die mensen zijn dus ook dement. Dus dat is een combinatie van zowel problemen met bewegen als problemen met denken. Dementie met Lewy bodies. Heel kenmerkend daarvan is dat die mensen ook heel vaak dingen zien die er niet zijn. Dus visuele hallucinaties. En dat kan soms heel indrukwekkend zijn. En dat kan dan ook weer verdwijnen als je dat behandelt met medicijnen. Dus dat is een andere vorm. Nou, er zijn er nog veel meer. Frontotemporale dementie, ja. Waarbij mensen vooral gedragsproblemen hebben. Daar heb jij ook veel mee te maken, ja. Freek? En dat is eigenlijk, staat daar het geheugen helemaal niet op de voorgrond. Maar eigenlijk zie je dat daar met name het veranderende gedrag op de voorgrond staat. En dan wordt er veel meer aan een psychiatrisch toestandsbeeld gedacht dan echt aan een dementie. En soms duurt het bij deze ziekte nog wel eens 5 tot 6 jaar voordat echt de diagnose gesteld wordt. Ja. En dan zie je dat er echt heel veel schade is, zowel op lichamelijk, maar ook sociaal en economisch. Mensen verliezen hun baan, zijn jong, gedwongen om hun huis te verkopen, zijn vaak nog jonge gezinnen, kinderen in het gezin. En dat is een hele lastige ziekte om te diagnosticeren. Waarbij je ziet dat enerzijds mensen heel ondoordacht dingen ondernemen. Kunnen koopwoede hebben, kunnen verzamelwoede hebben. Maar kunnen ook heel apathisch worden. Dat er helemaal niets meer uit hun handen komt. Ze zitten op de bank, kijken de hele dag naar de televisie. En zijn niet meer aan te sporen tot wat dan ook. Ja, en als je dan 55 bent, dan levert dat toch heel veel problemen op. En je ziet ook vaak echtscheidingen in die groep van mensen met frontotemporale dementie. Ja. Ja, een ziekte waar eigenlijk nog relatief weinig bekendheid of aandacht voor is, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat geldt voor sowieso hoor. Ik bedoel, voor de ziekte van Alzheimer, nou ja, het zou nog steeds veel meer mogen en moeten, denk ik. Maar ook die andere oorzaken van dementie. Ja. Want soms zie je toch dat het soms bijna vergeten wordt dat die mensen er ook zijn. En ja. Terwijl, ja, dat is natuurlijk voor de patiënt en de familie, zijn dat ook hele ernstige ziektebeelden met enorme impact, zoals je net noemde. Ja, mijn partners zeggen ook vaak van de Lewy body dementie, nog nooit van gehoord. Ja. Ja. Maar dan blijkt dus dat het al een tijdje gaande is. Ja. Dus dat is best wel belangrijk dat dat ook wel bekend wordt. Ja. Ja. Ik heb nu 2 vragen en die gaan over medicijnen. Dat is een vraag van Ellen en die vraagt waarom zijn er nog steeds geen medicijnen? Nou Ellen, er zijn wel medicijnen, wat ik net ook al noemde, alleen die helpen maar een heel klein beetje. Dus we hebben medicijnen die zijn geregistreerd en die kunnen we dus voorschrijven. En één groep, dat noemen we de cholinesterase remmers, dat is een hele mond vol. Maar wat die medicijnen doen is eigenlijk ervoor zorgen dat je meer boodschapperstof, acetylcholine, in je hersenen hebt. En acetylcholine, dat zorgt ervoor dat de hersencellen goed met elkaar kunnen communiceren. Dat is heel belangrijk voor het denken. En sommige mensen met de ziekte van Alzheimer, die hebben echt een tekort van die stof. En dat zijn de mensen die dan goed reageren op dat medicijn, want dat medicijn zorgt ervoor dat je er meer van krijgt. Dus dat heft het tekort dan op. En dat doet het door de afbraak te remmen. Dat is één groep. Dan heb je nog een ander middel. Dat is memantine. En dat werkt net weer even op een andere manier. Grijpt ook wel weer aan op een van die boodschapperstoffen. En dat wordt vaak voorgeschreven wat later in het ziekteproces bij Alzheimer. Soms ook om gedragsproblemen te verminderen. Maar goed, deze medicijnen dat zijn symptoombestrijders en grijpen dus niet aan op het ziekteproces. En eigenlijk wat we nodig hebben, wat we in ieder geval ook nodig hebben, zijn medicijnen die ofwel kunnen voorkomen dat mensen de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, of mensen die dat ziekteproces aan het ontwikkelen zijn, dat die medicijnen dat ziekteproces remmen of stoppen. Dus daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is dan ook de vraag van Gert, die vraagt, is aducanumab al goedgekeurd? Nou, aducanumab, dat is een
medicijn wat op dit moment heel veel aandacht krijgt. Omdat het eigenlijk, als je kijkt naar wat nodig is voor een medicijn om uiteindelijk naar de markt te gaan, of voorgeschreven te kunnen worden aan patiënten, dat is dat het allerlei fasen van onderzoek doorloopt. En aducanumab is helemaal tot het laatste stadium gekomen. Zover zelfs dat nu in de Verenigde Staten gekeken wordt of het naar de markt kan. En dat doet de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit, de Federal Drug Administration. En die zijn dat op dit moment aan het beoordelen. En elk moment eigenlijk kan dat goedgekeurd worden voor de Amerikaanse markt. En dus dan is het nog niet in Nederland beschikbaar. Maar goed, dat is wel een hele belangrijke stap. En dan is het vervolg dat het ook in Europa goedgekeurd gaat worden. Maar goed, dan zijn er nog best wel wat hobbels te nemen. Want dan moet het ook nog in Nederland goedgekeurd worden. En het moet vergoed worden door de zorgverzekeraar. En ja, het zou dus kunnen dat als dat middel ook in Nederland op de markt komt, dat niet iedereen het kan gaan krijgen. Ja. En dat is iets waar nu de gesprekken over gaande zijn. En er zijn verschillende instanties die daarover gaan. Hè. Dus de overheid heeft daar natuurlijk ook iets over te zeggen. En de medisch specialisten en de patiënten natuurlijk ook. Hè. Dus de patiëntenvereniging. Dus dat is wel een hele spannende ontwikkeling eigenlijk. Dat we nu voor het eerst met elkaar aan het praten zijn over een medicijn dat het ziekteproces echt kan afremmen. Het is niet zo dat het ziekteproces helemaal stopt. Hè. Dus het is pak een beet 20-30% minder achteruitgang. Hangt een beetje vanaf waar je nou precies naar kijkt, naar welke uitkomstmaten noemen we dat dan. Maar in ieder geval wel een heel bijzonder medicijn, omdat het eerste medicijn is wat waarschijnlijk naar de markt gaat, wat de ziekte van Alzheimer echt kan afremmen. En nog even terug naar die vraag van Ellen, van waarom zijn er dan nog steeds geen medicijnen? Of waarom hebben we dan nog niet veel meer medicijnen zoals aducanumab? Waarom hebben we dan niet die cocktail waar we het altijd over hebben? Want we denken van er is niet één medicijn, dat gelooft niemand, maar dat zal uiteindelijk een cocktail van medicijnen moeten komen. Nou, dat heeft een aantal redenen. Eén reden is dat het toch de ziekte van Alzheimer een heel complex ziektebeeld is. Er wordt ongelooflijk veel onderzoek gedaan over de hele wereld. Maar nog steeds snappen we niet helemaal precies hoe dat hele ziekteproces nou in elkaar zit. En dat is wel nodig als je een medicijn wil ontwikkelen. Althans, het helpt een stuk. Je kan soms ook wel een beetje geluk hebben. Niemand weet precies hoe paracetamol werkt en toch is het een hele goede pijnstiller. maar eigenlijk wil je natuurlijk het ziekteproces wel snappen om gerichte therapie te kunnen ontwikkelen. En er is eigenlijk nog te weinig kennis. Dus daarom is dat onderzoek zo ongelooflijk belangrijk. Schrijf je in bij hersenonderzoek.nl. Nee, maar dus, ik meen serieus. Kijk, zonder onderzoek komen we niet verder. Dus ook, want een deel van die onderzoeken van hersenonderzoek.nl, dat zijn onderzoeken die ook puur gaan om het ziekteproces te snappen. Ja. En dat zijn eigenlijk hele diverse onderzoeken. En er zijn ook medicijnonderzoeken, die doen we bij Brain Research Center. Dus dat is ook een mogelijkheid. En daarvoor hebben we ook patiënten nodig met de diagnose ziekte van Alzheimer. Maar dus een van de oorzaken is, het is een heel complex ziekteproces en die medicijnonderzoeken duren heel lang. Ja. En dat zijn gewoon hele lange trajecten. Zo'n onderzoek kan al op zich al een paar jaar duren voordat je dat onderzoek hebt afgerond. Nou, dan moeten resultaten nog geanalyseerd worden, gepubliceerd, tel maar na. Dus dat zijn echt hele lange trajecten. En die combinatie zorgt ervoor dat we nog steeds helaas niet die cocktail hebben waar we allemaal zo'n veel behoefte aan hebben. Vooral de patiënten natuurlijk en de familie. Maar wij ook wel eigenlijk als professionals. Ja. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik zo aan dat medicijnonderzoek zo heb verbonden. Omdat ik ook die oplossing wil. Ja, dus belangrijke vraag natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk dat het moeilijke voor het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer ook is dat is. We hebben altijd gedacht dat het één ziekte was. En het blijkt dus dat het een aantal verschillende uitingsvormen heeft. Hè. Je hebt mensen die verliezen ineens hun taal, hun spraak. Er zijn mensen die hun zicht verliezen door de ziekte van Alzheimer. En dat zijn varianten die komen niet zo heel veel voor. Maar dat is wel een variant van de ziekte van Alzheimer. Veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Ja. En waarom de een nou het een heeft en de ander het andere heeft, dat weet niemand. Nee. Nee, maar ook veel onderzoek naar gedaan, ook juist hier, naar die
verschillende fenotypen noemen we het dan. Ja. Maar dat maakt het er niet makkelijker op. Nee. Dat maakt het eigenlijk alleen maar complexer. Nee. Ik heb hier een andere vraag via de chat en dat is in hoeverre is Alzheimer nu erfelijk? Het is me nog niet duidelijk, dus dat hebben we niet duidelijk uitgelegd. Nee. Nog poging. Alzheimer is bijna nooit erfelijk. Maar er bestaan erfelijke vormen, die zijn uiterst zeldzaam. En daar bedoelen we mee erfelijk als, stel dat ik het heb, dan heb ik 50% kans om het door te geven aan mijn kinderen. Dat noemen we autosomaal dominant. Dus er bestaan hele zeldzame erfelijke vormen van de ziekte van Alzheimer, waarbij je dus in de familie allemaal patiënten ziet met ziekte van Alzheimer met begin op jonge leeftijd, vaak heel jong. Soms al inderdaad begin 50 of nog jonger. En dat is de echte erfelijke ziekte van Alzheimer. Daarnaast is het zo dat we weten dat er heel veel erfelijke factoren een rol spelen. Alleen dat is eigenlijk een soort ander soort erfelijkheid. Bepaalde dingen in je erfelijk materiaal, in je DNA, erfelijke factoren die de kans op de ziekte van Alzheimer wat kunnen vergroten. Heb je een meer dan gemiddeld hoge kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Maar dat is echt totaal iets anders dan dat je 50% kans hebt om de ziekte door te geven. En als je die genafwijking hebt, dat je dan 100% kans hebt om de ziekte te krijgen. Dus dat is wel even belangrijk om het onderscheid te maken. Dus even samenvattend, de ziekte van Alzheimer, er bestaat een erfelijke vorm, maar die is extreem zeldzaam. Hele jonge patiënten zijn dat. In de familie weten mensen vaak al dat zo'n erfelijke vorm bestaat. Want dan zie je op hele jonge leeftijd door de stamboom allemaal ziekte van Alzheimer. De meeste ziekte van Alzheimer is niet erfelijk. Alleen daar spelen wel erfelijke factoren een rol. Waardoor de kans wat groter of wat kleiner wordt. Dat is ongeveer wat over te zeggen is. Ja, en wat er natuurlijk ook wel in de belangstelling staat van onderzoek is leefstijl. En hoe kan ik nou zelfstandig beïnvloeden dat ik al dan niet een vorm van dementie ontwikkel? En daar wordt ook wel heel veel onderzoek naar gedaan, met name in grote cohorten, in grote groepen met mensen. En daarbij zie je dat leefstijl ook wel een belangrijke rol speelt. Hè? En dat het aantal mensen nu op oudere leeftijd wat dementie ontwikkelt, kleiner wordt door met name maatregelen uit de vorige eeuw. De controle op hoge bloeddruk, de controle op suikerziekte. Leefstijl, meer bewegen, minder roken, minder vet eten. Meer talen spreken, langer doorstuderen. Al dat soort factoren zijn hele kleine invloeden, maar die wel een rol kunnen spelen of je al dan niet op latere leeftijd dementie kunt ontwikkelen. En dat is natuurlijk... Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen om te voorkomen dat je ooit dementie zou kunnen krijgen. Ja. Maar wel heel belangrijk. En waar ook wel heel veel langzamerhand ook wel steeds meer aandacht voor komt. Ja, nee, zeker. Heel belangrijk. Dus het is denk ik en. Hè? Dus en die gezonde leefstijl heel erg belangrijk om te voorkomen. Ja. Hè? Of de kans in ieder geval zo klein mogelijk te maken dat je het krijgt. Maar ook hopelijk in de toekomst andere dingen die we kunnen doen, bijvoorbeeld medicijnen om het te voorkomen. Of misschien andere nog specifieke dingen die we gaan ontdekken. Hè? Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als je specifiek dieet, ik noem maar wat. Maar goed, daar zijn we nog niet. Dus nu zijn het toch meer de algemene gezonde leefstijl, in ieder geval wat je er zelf aan kan doen. Ik heb hier een vraag van Herman. En Herman die zegt, mijn vrouw heeft kenmerken van beginnende Alzheimer, maar wil niet naar de dokter. Wat nu? Ja, dat is wel een heel bekend probleem. Dat komt dus heel erg veel voor. Wat misschien dan ook de vraag is van, wat kan je eigenlijk? Hè? Wat is het voordeel van naar de dokter gaan als je ofwel zelf of vermoed dat je partner een beginnende ziekte van Alzheimer heeft. Ik denk dat het wel belangrijk is om een aantal redenen. Ik denk ten eerste, je wil denk ik uitsluiten dat de geheugenproblemen of wat de denkproblemen dan ook zijn,
behandelbaar zijn. Ja, want we hebben het nu vooral toch ook weer over de ziekte van Alzheimer gehad en dat daar relatief weinig tegen te doen is. Maar er zijn ook, waar we het net over hadden, andere oorzaken van geheugenproblemen die wel behandelbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan geheugenproblemen door speciale slaapstoornissen. Ja, bijvoorbeeld mensen die snurken en slaapapneusyndroom noemen dat. Dus 's nachts wakker schrikken omdat ze stoppen met ademhalen. Dat is echt zo'n valkuil, hè, want dat kan ook hele vervelende geheugenproblemen geven. Er bestaan vormen van epilepsie, waarbij mensen niet van die hele grote aanvallen krijgen, maar veel meer hele subtiele epilepsie hebben. In de slaapkwabben, waar geheugen ook, of een deel van de geheugenfunctie ook zit. En dus als gevolg van de epilepsie geheugenproblemen kunnen krijgen of gedragsverandering. En zo zijn er eigenlijk nog wel meer oorzaken. Ja, toch tumor, heel zeldzaam, maar er zijn patiënten die geheugenproblemen hebben door een andere oorzaak en die wil je dan toch wel graag vaststellen. Want dat is dan vaak behandelbaar. Een andere reden is denk ik dat je sowieso denk ik wil vaststellen, is er überhaupt wat aan de hand en hoe ernstig is het nou? En ook als het de ziekte van Alzheimer is, maar dat kan jij denk ik goed aanvullen, Freek, geeft hoe naar zo'n diagnose ook is, geeft het toch ook wel weer houvast. Omdat je daarmee ook wel vaststelt, ten eerste, het is erkenning voor de problemen die er zijn, maar je zegt daarmee ook van je kan er ook niks aan doen. Het is je overkomen. Het is een ziekte, daar heb jij niet om gevraagd. Daar heb je partner niet om gevraagd. En het is niet een soort karakterfout of iets dergelijks. Want je ziet toch ook vaak dat mensen zelf heel lang rondlopen met die geheugenproblemen. En dat eigenlijk een hele andere betekenis krijgt in zo'n systeem. Hè? Alsof je er iets aan zou kunnen doen. Of dat het. En ook misschien het taboe op dan zo'n diagnose. Ja. Terwijl mijn ervaring is juist uit de spreekkamer dat over het algemeen, wat ik zeg, hoe naar het ook is, dat mensen toch ook vaak opgelucht zijn door de duidelijkheid. Ja. En dat hou vast geeft. Maar ik weet niet hoe jij dat er gaat. Er zijn natuurlijk twee aspecten. Het is enerzijds er ontstaat vaak heel veel strijd over dingen die vergeten zijn, dingen die misgaan, dingen die kapot gaan, suikerpotten die in de vriezer staan. En dan zie je partners hier vaak heel wanhopig worden van. Ja, het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Alleen ik krijg degene die last heeft van die geheugenproblemen, krijg ik niet zover om naar de dokter te gaan. Ja. En dat is dan vaak een strijd die maar eindeloos doorgaat. En vaak worden de kinderen ingeschakeld. Ja, en dan op een gegeven moment ga je naar een soort apotheose. Dan wordt het een crisis. Ja. En dan moet iemand ineens opgenomen worden. Of de partner valt om. Ja, dat zie je dan ook nog wel eens. Ja. En dat is vaak heel vervelend. En ja, ik heb heel vaak kinderen, maar ook partners aan de telefoon die zeggen van ik zie dat het niet goed is. Ik hou van mijn man, van mijn vrouw, maar ik krijg haar niet naar de dokter. Ja. Zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk ook belangrijk voor de partner juist is, de erkenning? Ja, want mijn stelling is altijd, als het goed gaat met de partner, dan gaat het met de persoon met dementie ook goed. Ja. Als daar een balans in is, dan is het heel belangrijk. En vaak zie je dat je moet een soort paard van Troje verzinnen. Ik vraag ook vaak aan partners van heeft uw vrouw of uw man, heeft hij nou last van zijn been of heeft hij wat last van zijn maag? En probeer op die manier het is soms een leugentje voor bestwil en dat vinden partners heel moeilijk. Probeer iemand in ieder geval naar de dokter te krijgen. Ja, en kan de huisarts bijvoorbeeld primair naar de huisarts, dat die is gewoon rustig met zo iemand kan praten. En dan eigenlijk is het mooiste als de partner er niet bij is. Dan kan de huisarts, dan is het wat vertrouwelijk. En dan vaak zie je dat de huisarts wel doorheeft van dit is niet helemaal goed. En die zegt dan van maar ik vind het toch wel belangrijk dat u eens naar de neuroloog of naar de geriater gaat. En dat die eens goed kijkt. En dan ook met de argumenten zo van ik zie dat u dingetjes vergeet. Nou, misschien zijn er wel oorzaken waardoor u dingen vergeet die we gewoon kunnen behandelen. Ja. Mensen die met schildklierproblemen, met met depressies zie je ook nog eens. Mensen heel somber zijn. Ja. Die hebben dan wel, die vergeten dingen, maar niet omdat het geheugen kapot is, maar omdat ze niet geïnteresseerd zijn.
En vaak lukt het wel op die manier om iemand uiteindelijk via de huisarts naar de geriater of naar de neuroloog te krijgen. Ja. En dat is wel heel belangrijk, omdat toen ik begon met het werk, waren er heel vaak crisissen. Mensen bleven maar eindeloos thuis. Op een gegeven moment ging het echt niet meer. Nou, dan werd iemand met twee grote witte broeders van de GGD werd die opgehaald en dan ging hij naar het verpleeghuis. Nou, dat wil je eigenlijk niemand aandoen. Nee, dat wil je niet. Dus het is ook, zeg maar, je kunt je voorbereiden op wat er komen gaat. Ja. Als je weet wat er aan de hand is. Dus je kunt ook financieel kun je dingen goed regelen. Het heeft ook consequenties met autorijden, ook met testamenten maken, al dat soort dingen. Ja. Kun je dan heel goed voorbereiden. Ja. Dus in die zin is die diagnose gewoon ook heel belangrijk. Ja. Ja. En ik hoorde je ook zeggen, die strijd, en dat herken ik, dat hebben we het wel eens over gehad met mijn vader, die had Alzheimer. Ja. En die verzette zich enorm tegen gang naar de geheugenpolykliniek. Want hij dacht, als ik maar niet die diagnose... En dat woord Alzheimer, dus er was een enorme strijd. Maar uiteindelijk, toen die diagnose gesteld werd, ontspande die toch. Ja. En ook heel belangrijk voor mijn moeder en het hele systeem. En dat zie ik eigenlijk bij patiënten, nogmaals in de spreekkamer toch ook. Hè. Dus een enorme weerstand, maar dan toch als je die diagnose stelt, dat er toch ook een soort opluchting is van ik kan er niks aan doen, het is nou eenmaal zo, het is het lot. En laten we het onder ogen zien en toch ook deal with it. Hoe moeilijk ook. En ook vaak schaamte naar de omgeving, hè? Want vaak mag een partner er niet over praten. En dan daag ik altijd wel een beetje de mensen met de diagnose ziekte van Alzheimer een beetje uit. En dan zeg ik altijd van, de buren hebben het helemaal niet in de gaten. Hè? Terwijl heel de buurt, die heeft al lang gezien dat er wat veranderd is. Alleen, op een of andere manier zit onze maatschappij zo in elkaar, daar praten we niet met iemand over. Ja. Dus vermijden we het. Hè? En iedereen, op het moment dat zo'n persoon zeg maar in over de gang loopt of door het winkelcentrum loopt, dan worden die vermeden van, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ja. Ja. En je zegt ook niet zomaar tegen iemand van, heb je last van dementie? Nee, mensen zijn bang ook het verkeerde te zeggen. Ja. Hè? Dan zeggen ze liever maar niks. Ja, dus die openheid is ook heel belangrijk. Ik heb nog een andere vraag. En dat is natuurlijk hetzelfde onderwerp. Maar dat is, wat kan ik nu doen als ik me zorgen maak? Is er een testje waar ik kan weten of ik Alzheimer heb of niet? Hele goede vraag. Ik denk dat veel mensen met die vraag worstelen. Wat kan je doen als je je zorgen maakt? Nou, je kan in ieder geval, waar we het net over hadden, naar de huisarts. En de huisarts heeft inderdaad een testje. Dat is een heel korte geheugentest. Die meet ook wel wat andere denkfuncties. Waarmee je toch een indruk krijgt van, hoe gaat het nou? En ik denk ook überhaupt het gesprek met de huisarts, eventueel een verwijzing naar een geheugenpolykliniek, kan uiteindelijk wel veel duidelijkheid geven. Ja, dus er is niet één testje, er zijn eigenlijk heel veel verschillende testen. Want dat is ook meteen van, hoe stellen we nou die diagnose? Dat doen we op basis van het verhaal van de patiënt, het verhaal van de partner, dan inderdaad de geheugentesten en de testen waar we ook andere denkfuncties mee testen. Maar daarnaast hebben we ook inmiddels heel veel techniek. Dus we hebben hersenscans die steeds beter geworden zijn, dus MRI-scans. We hebben tegenwoordig ook PET-scans waar we het Alzheimer-eiwit kunnen meten. We kunnen een ruggenprik doen. We kunnen ook een hersenfilmpje maken om uit te sluiten dat het bijvoorbeeld epilepsie is. Het is eigenlijk niet één test die we kunnen doen, maar we hebben eigenlijk een hele batterij aan testen. En dat kan ook eigenlijk per geval een beetje maatwerk zijn. Ja. Bij bepaalde vragen, je hoeft niet altijd bij iedereen alle testen te doen. Dus er zijn inderdaad testen. Wat veel in het nieuws geweest is natuurlijk de bloedtest. En de bloedtest, wat is dat nou? Dat is eigenlijk een test die dat Alzheimer ziekteproces meet. Op dit moment meten we het Alzheimer ziekteproces met ofwel een PET-scan waarbij je een radioactief stofje inspuit via een ader. Dat gaat naar de hersenen en hecht zich aan die Alzheimer eiwitten. Ofwel een ruggenprik waar we die Alzheimer eiwitten als het ware in het hersenvocht dus afnemen en dan naar het laboratorium sturen en daar meten. Maar dat zijn toch wel wat vrij invasieve testen. Hè. Zo'n PET duurt een paar uur onder de pannen. En zo'n ruggenprik is, als het snel gaat, ook wel weer zo gebeurt. Maar het is toch een prik in de onderrug. Sommige mensen vinden dat een beetje een vervelend idee of pijnlijk.
Dus zo'n bloedtest die dat Alzheimer-ziekteproces zou meten, is natuurlijk een enorme uitkomst. En er is vrij recent ook enorme progressie meegemaakt. Eigenlijk sneller dan we dachten. Dus daar heeft ook hier het Alzheimer Centrum Amsterdam ook heel direct aan bijgedragen. Ja. Dat is natuurlijk goed nieuws. Alleen die is nog niet beschikbaar. Dus het is nog steeds in wetenschappelijk verband, in ontwikkeling. Maar goed, die gaat er dus wel komen. En uiteindelijk, waarschijnlijk wordt de plaatsbepaling van die bloedtest, dat je dat als een soort eerste screener doet. Dus je hoeft niet meteen die ruggenprik te doen. Je hoeft niet meteen die PET-scan te ondergaan. Maar je kan, eerst natuurlijk altijd het verhaal. Praten met je huisarts of praten met je dokter op de geheugenpolykliniek. Wat zijn nou je klachten? Dan zou je een testje kunnen doen. En dan zou je zo'n bloedtest kunnen doen. Om te kijken, moet ik nou nog weer verder onderzoek ondergaan? Of is een bloedtest eigenlijk, wijst die uit, alles is normaal. En er is geen aanwijzing voor Alzheimer ziekteproces. En het kan hier even bij blijven. En dat zou wel enorme winst zijn. Zodat je eigenlijk heel gericht die zwaardere onderzoeken alleen maar kan aanbieden aan de mensen waar dat voor nodig is. Dus de bloedtest die komt eraan, maar nu nog in wetenschappelijk onderzoeksverband. Ja. Ja, er staat hier ook nog wel een vraag over flinke klappen op je hoofd, duiken in het zwembad, met je hoofd hard de bodem raken, uit de auto vallen of met je achterhoofd op asfalt terechtkomen. Kun je daar iets van Alzheimer van krijgen, ontwikkelen? Ja, op zich, waar we het net over hadden, is dat beschadiging aan de hersenen, waar die ook door wordt veroorzaakt, kan dementie geven. Ja. En dus ook inderdaad die klappen op je hoofd, en of dat nou komt doordat je bokst of dat je verschillende keren in een zwembad op de grond, op de bodem terecht bent gekomen. Ik weet niet hoe vaak dat voorkomt, dat mensen dat herhaaldelijk. Maar goed, flinke klap kan natuurlijk al een hele nare schade geven. En op zich kan dat inderdaad dementie veroorzaken. Dementie, dat is weer iets anders dan de ziekte van Alzheimer. Je kan je ook zelfs voorstellen dat als een deel van je hersenen beschadigd is door letsel van een ongeluk, dat dan die hersenen daarna wel wat kwetsbaarder zijn. Dus dat ze, als dan ook dat Alzheimer ziekteproces optreedt, dat mensen dan eerder over de drempel gaan. Dus met dezelfde hoeveelheid Alzheimer ziekteproces, die mensen dan toch eerder dementie ontwikkelen. Dus het maakt je in die zin wel kwetsbaarder om eerder dement te worden van de ziekte van Alzheimer. Bij de hersenen is het zo, die hersenen maakt eigenlijk niet uit waar de schade door veroorzaakt wordt. Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt. Uiteindelijk bepaalt de ernst van de schade en de plek wat je ervan merkt. Of je er dement van wordt of niet. En dus heel veel is het een combinatie van hersenschade. Dus heel veel ouderen die uiteindelijk dementie krijgen, die hebben en Alzheimer ziekteproces, maar vaak ook wel beschadiging aan de bloedvaatjes in de hersenen. En soms kan er ook nog wat van die dementie met Lewy body eiwitten, die alpha-synucleïne erbij zitten, of oude beschadiging. Dus heel vaak een combinatie. Dus ik hoop dat het het antwoord is waar degene die de vraag heeft ingestuurd. Nou ja, het is natuurlijk ook wel iets wat heel erg aan onderzoek onderhevig is nu, ook bij voetballers. Ja, zeker. In Amerika wordt daar veel onderzoek naar gedaan. Ja, en ook hier. We hebben Jort Vijverberg, collega van ons, gepromoveerd op frontotemporale dementie. Maar die is zich nu ook heel erg aan het verdiepen in die dementie door hersenschade. Ja. Die chronische traumatische encefalopathie noemen we dat. Dus dat is ook wel weer een heel interessant onderwerp wat ook nog erg in ontwikkeling is. Ja, zeker. Goeie vraag. Ja. Even kijken. Ja, hier is een vraag: met welke onderzoeken kun je bepalen of iemand Alzheimer heeft? Ik denk dat we dat wel hebben beantwoord. Hè? Ja. Dus dat is inderdaad eigenlijk niet één onderzoek, maar een hele combinatie van onderzoeken. En wanneer is de diagnose met zekerheid vast te stellen? Dat is dus inderdaad door die Alzheimer-eiwitten aan te tonen en aan te tonen dat iemand er last van heeft. Kijk hoor. Oh ja. Dit vond ik ook wel een hele mooie. Dat is iemand die schrijft: ik werk zelf in een verzorgingshuis. Mijn vermoeden is dat depressiviteit vaak niet herkend wordt door verzorgend personeel.
omdat deze dan in combinatie gaat met een vorm van dementie. Hoe onderscheid je de depressieve verschijnselen van het zitten in een delier? Dat is nog weer even een extra dimensie eraan. En hoe kunnen we onze kennis verbeteren? Er zijn heel veel vragen in één. Dus helemaal in één, ja. Vind ik wel een belangrijk onderwerp. Dus eigenlijk, denk je, Freek, dat depressie vaak gemist wordt in een verpleeghuis? Ja, ik denk het wel. Waar komt dat door? Nou ja, je ziet dat zeker nu, er is weinig belangstelling voor mensen. Dementie gaat ook gepaard met apathie, met initiatiefverlies. Mm-hmm. Er is weinig belangstelling voor de mensen. En dan zie je dat mensen heel langzamerhand in een soort negatieve spiraal komen. En zich eigenlijk een beetje buitensluiten en zoiets hebben van, ik doe niet meer mee. Ja, ja. En ik denk dat het heel belangrijk is en ook zeer de moeite waard om je toch te interesseren voor mensen met dementie. En je kunt nog heel lang gewoon een gesprek voeren met mensen met dementie. Over, goh, wat houd je nou bezig en hoe voel je je nou? En ik kan me voorstellen dat je vervelend voelt. Nee, je moest verhuizen, je woont nu hier, je woont met mensen waar je nooit voor gekozen hebt. Maar kunnen we nou ook iets voor je betekenen waardoor je stemming verbetert? En ik denk dat wordt nogal eens overgeslagen. Ja. En ik denk ook dat het vraagt om goede scholing. Hè? Want we hebben nu drie dingen door elkaar gehaald die heel veel gemeenschappelijk hebben. Hè? Mm-hmm. De depressie, de dementie en het delier. Het begint alle drie met een D. Maar die hebben heel veel gemeenschappelijk, maar ze hebben ook een aantal hele verschillende kenmerken. Hè? Een delier, dat krijg je als er door lichamelijke problemen een soort psychose ontstaat. Ontstaat heel snel, heeft een aantal hele duidelijke kenmerken en is te behandelen. Ja. Als je de onderliggende oorzaak behandelt, dan verdwijnt een delier als het goed is. Een dementie kun je niet behandelen, maar kun je wel vaststellen. Ja. En een depressie kun je ook vaststellen. En het is ook uit onderzoek gebleken dat bij ouderen met een stemmingstoornis met name gesprekken gewoon heel goed helpen. Ja. En niet direct pilletjes, maar gewoon rustig, regelmatig gesprekje. Van, goh, hoe ziet je zingeving eruit? Hoe is het met je stemming? Hoe beleef je het leven? En dan vaak zie je dat mensen door die belangstelling al anders gaan reageren. Ik kan me groot onderzoek herinneren waar ze inderdaad die medicijnen hadden onderzocht. En het mooie was dat iedereen verbeterde. Dus ook de mensen die het net medicijn hadden gehad. En het echte maakt eigenlijk niet uit. Ja. En toen hadden die onderzoeker, dat was volgens mij van Banerjee. En dat was de leider van het onderzoek. En toen dachten ze, ja, hoe komt dat nou? Maar toen bleek inderdaad wat jij zegt. Dat was eigenlijk de aandacht die zij kregen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek. Ja. En dus klaar die depressie op bij iedereen. Dus dat geeft me aan. Hè, dus daarom is ook het nut van pillen bij mensen met depressie bij Alzheimer is nog steeds niet helemaal duidelijk. Want misschien zijn het helemaal niet de pillen, maar is het wat jij zegt, is het dus de zorg en de aandacht. Ja, ja. Nee, maar dat blijkt ook uit onderzoek uit de huisartsenpraktijk. Hè, dat vaak gewoon beginnende en milde depressies, dat goed te behandelen is door middel van gesprek. Hè. En dan zie je dat in de thuissituatie een POH, GGZ vaak een uitkomst biedt. Hè. Kom regelmatig langs. Eens kijken. En dat werkt vaak. Ja. Terwijl er zijn, ik geloof, 1 miljoen mensen die antidepressiva slikken. We zijn niet allemaal even consistent in onze medicatieinname. Dat is vaak al een probleem. En ik vraag ook vaak aan partners van, goh, hoe lang slikt uw man, uw vrouw nou al die medicijnen? Ja, 4-5 jaar. Dat vraag ik ook altijd. En is hij er nou veel vrolijker van geworden? Ja. En dat is vaak het probleem. Dat wordt niet gemeten, er wordt niet over gesproken. En iemand slikt maar eindeloos door. Ja. En dat is wel jammer, want dat is een gemiste kans, denk ik. Nou, en sowieso denk ik altijd goed, hè, om altijd heel kritisch te zijn op medicijnen. En eens in zoveel tijd dat te controleren. Want hoe minder, hoe beter. Ja. En nog wel een valkuil is, want die vraag, daarom vond ik het wel een goede vraag, dat delier. Want je hebt ook zoiets als een stil delier. Ja. Dan zijn mensen in plaats dat ze heel erg hallucineren en heel druk en plukkerig zijn, zijn ze eigenlijk juist heel erg stil. Ja. En dat kan er ook uitzien als een depressie. Of je denkt gewoon iemand, de verpleging heeft zo druk en diegene is lekker rustig. Ja. En dat kan dan op die manier gemist worden. Dus dat is ook nog wel goed om in dat te realiseren. Delier is niet altijd. Maar ik heb heel lang in de zorg gewerkt en ik geef ook veel les aan mensen in de zorg. En wat heel belangrijk is subtiele veranderingen.
subtiele gedragsveranderingen. En als iemand altijd een bepaald patroon had, en bijna alle bewoners van een verpleeghuis hebben stereotype gedrag, stereotype bewegingen. Als daar veranderingen in optreden, dan is er iets aan de hand. Ja. En dat kan een delier zijn, dat kan een depressie zijn, maar dat kan ook een andere onderliggende ziekte zijn. Het geeft ook aan hoe belangrijk het is dus dat er ook voldoende capaciteiten zijn in de zorg. Want als je veel te weinig verpleegd personeel hebt en ook nog heel veel wisselingen, dan valt dit soort dingen vallen je gewoon niet op. Ja, en deskundigheid. Ja, en deskundigheid, ja. Ja, dat klopt. Even kijken. Is het bij vermoeden op Alzheimer raadzaam om zo snel mogelijk onderzoek te doen om erger te voorkomen? Ook als de persoon zelf nog geen vermoeden heeft. Nou, dat hebben we volgens mij eigenlijk wel besproken. Dus het heeft echt wel voordelen om wel hulp te vragen. Ja. Die volgende vraag is ook wel, denk ik, komt heel vaak voor. Hoe start ik een gesprek met mijn moeder waarvan ik vermoed dat hij Alzheimer begint te krijgen en mijn vader die er niets over wil zeggen om haar niet ongelukkig te maken? Oh ja. Ja, dat zijn hele lastige dingen en leiden vaak tot behoorlijke conflicten in de familie. Zo van, nou laat het nou maar. En dan op een gegeven moment dan vergeet ze het gewoon. Ik denk dat je mensen niet gelukkig maakt door niet over de dementie te praten. In het begin zal het oorlog worden, maar uiteindelijk levert het iedereen veel meer op dan dat het oplevert als dat je er niet over praat. Ja. En soms moet je, in dit geval van de moeder, soms helpt het gewoon als dochter gewoon eens met een moeder gaan winkelen. En ondertussen af en toe eens wat droppen. Zo van, goh, nou, ik maak me toch wel zorgen. Of je maakt je zorgen over de partner. Dat je zegt van, en dan vaak zie je dat iemand toch begint van, ja, nou, het gaat niet zo lekker of ik voel me niet zo lekker. En vaak is die openheid vaak heel belangrijk. Maar je moet iemand ook de gelegenheid geven om dat met een rechte rug te doen, zodat niemand erbij is en dat hij vertrouwen kan mededelen. Dan kun je ook gaan zeggen van, goh, maar wat gaan we daar nou mee doen? Hoe kan ik er voor je zijn? Dat is belangrijk. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Ik heb hier nog een vraag dat gaat over omgaan met naasten. Hoe je als familie goed omgaat met iemand met Alzheimer. En diegene die schrijft, wat maakt het nou dat mijn moeder nu alles zo slecht, dus zo negatief ziet en alleen maar klaagt, dus depressief. Terwijl het eigenlijk altijd een hele lieve, zachtaardige vrouw was. Nou, daar hadden we het net over dat. Hè? Dus bij de ziekte van Alzheimer is het niet alleen maar de denkproblemen, maar ook heel vaak stemming. Ja. Dus een sombere stemming of veranderd gedrag wat een rol kan spelen. Dus dat kan echt een uiting dus van het ziekteproces zijn. En dat, ja, dus ook als iemand vroeger heel lief en zachtaardig was, kunnen mensen door de ziekte echt veranderen als persoon. Ja. En dan is de volgende vraag van hoe moet je daar dan mee omgaan? Als iemand de hele tijd klaagt en boos doet. Wat ik altijd geleerd heb, maar vul me aan, Freek, is dat je ook niet te veel tegen in moet gaan. Niet te veel confronteren, dat heeft geen zin. Nee, vaak, ik zeg altijd, omgaan met mensen met dementie is de kunst van het verleiden. En dat is proberen gewoon iemand op andere gedachten te brengen. Hè? Op het moment dat iemand altijd maar moppert over weet ik veel wat, en dan ineens heel onverwachts uit een andere hoek zeggen van, goh, heb je ook zin in een kopje koffie? En dan vaak zie je dat mensen met hun ogen schudden, oh, dat kan ook. Hè? En op die manier dan te verleiden zijn tot iets anders. Ja. Aan de andere kant, en dat is denk ik iets wat vaak toch onderschat wordt. Ik denk op het moment dat er iets verandert in dat brein, dan kan het niet anders dan dat het invloed heeft op je zijn. Op je stemming, op je voorkeuren, al dat soort dingen. En dat zie je niet alleen maar bij dementie, maar dat zie je ook bij de ziekte van Parkinson, bij mensen met MS. Ja. Daar verandert iets, dus de persoon gaat ook veranderen. Ja. En we moeten niet de illusie hebben dat we dat allemaal kunnen beïnvloeden en kunnen behandelen. Nee. Soms helpen trucjes. En de ene keer helpt een trucje wel, en de andere keer helpt het niet. Het is ook een beetje trial and error. Kijken van wat aanslaat, wat niet aanslaat. Ja. En vaak het afleiden. Kleinkinderen helpen vaak heel goed. Ja.
We hebben onderzoek gedaan met de KGVF met honden. En dan zie je dat honden ontzettend goed effect hebben op mensen. En er staat een heel mooi filmpje over op YouTube. Dat zijn de Scottish Dementia Dogs. En dan zie je een echtpaar. Die hebben eigenlijk de hele dag zitten die elkaar een beetje dwars. En in het Engels heet dat nagging. En dan hebben ze daar een hond, hebben ze ertussen gebracht. En ineens gaat de communicatie gaat van die hond. En dan zegt de partner met niet-demente partner zegt dan... Nou, baasje heeft er weer geen zin in vandaag. Hè? En dat gaat dan via die hond en die kijkt dan naar al... En op een manier geeft dat weer lucht. Ja. Dat haalt een beetje de spanning eruit. En zo zie je dat er wel best wel middelen zijn. Hè? Honden, kleinkinderen, hele onverwachte uitdagingen. Ja. Gekke dingen zeggen, dat helpt ook vaak. Ik vond het ook wel mooi dat je zei, we moeten ook niet de illusie hebben dat we alles kunnen verbeteren. En dat is ook denk ik, ook wel weer, het heeft ook een sombere kant. Hè. Heel veel, er zijn ook aspecten die inderdaad gewoon niet, die zijn er. En wat we ook doen, daar moeten we toch, we hebben het mee te doen. Ja. We doen heel veel onderzoek naar zeg maar, hoe doen we nou de diagnose? We doen heel veel onderzoek naar... Goh, zijn er nou medicijnen te vinden waardoor het kunnen stoppen of zelfs genezen? En wat eigenlijk een onderbelicht kindje is, is van hoe kunnen we nou met dat veranderende gedrag in de thuissituatie, in het verpleeghuis, omgaan? Ja. Ja. En daar wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. En ik denk dat dat veel meer perspectief biedt dan allerlei psychofarmaca en dat soort dingen. Ja. Nee, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Ja. Ja. Dus wat iets anders is dan accepteren. Ik bedoel, je hoeft het helemaal niet te accepteren, alleen... Nee. Toch meer mee om kunnen gaan of mee kunnen verdragen. Dat is het eigenlijk ook. En, hoe moeilijk het ook is. Maar dat is wel een van de dingen die je er zelf aan kan doen... om het beter te kunnen verdragen. Toch? Nou, en ik denk wat we in Nederland hebben... daar is de hele wereld jaloers op... zijn case managers met heel veel ervaring... die een partner daarin zeg maar mee kunnen nemen. Informatie kunnen geven en tips kunnen geven. Soms zelfs met... er zijn systemen met video-interactie. Hè, dat je laat zien van... Nou, als je zo reageert, dan gebeurt er dit. En als je zo reageert, dan gebeurt er dat. En dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En daar zijn nog, denk ik, heel veel stappen te zetten. Ja. Ja. Ik zit ondertussen even te kijken naar de chat en de tijd. Want wij chatten lekker door. We gaan gewoon door. Maar de tijd staat ook niet stil natuurlijk. Nee. Ik kijk ook even naar de mensen van de techniek. Drie kleine vragen. Dus, nog drie vragen. Oké. Okay. Nou. Ben benieuwd. Kijk, daar is de... Even voor jou. Wil jij beginnen, Freek, of wil ik beginnen? Ja. Het is een vraag van Herman. Ik weet niet of het dezelfde Herman is als die we net ook aan de lijn hadden. Mijn vrouw heeft kenmerken van beginnende Alzheimer, maar wil niet naar de dokter. Wat nu? Ah, die hadden we al gehad. Ja, dat hebben we al een beetje behandeld, Herman. Ja. Probeer een beetje het niet te hebben over de ziekte van Alzheimer. Probeer het niet te hebben over geheugen, want dat levert heel veel strijd op. Maar probeer met je vrouw te zeggen, als ze ergens last van heeft, van god, daar moeten we eens mee naar de dokter. En dan niet het geheugen, maar pijn in de been of pijn in de buik of een ander ongemak. En ondertussen probeer je, hetzij via de doktersassistenten, de dokter te informeren van... Goh, het gaat niet goed, het geheugen is slecht. Ik denk aan dementie. En vaak zie je dat de huisarts daar prima mee om kan gaan. En via een omweg toch ook vaak wel toegang weet te vinden. Oké. Okay. Ja, dan heb ik een vraag van Dini. En dat gaat over de oorzaak. Kan de oorzaak ook een bloedpropje zijn in de slagaders van de hersenen? En kun je de adertjes of slagadertjes dan ook doorspuiten? Een hele goede vraag. Ik had er net ook over dat een bekende oorzaak van dementie is vasculaire dementie, waarbij het probleem in de bloedvaten zit van de hersenen. In de hersenen heb je wat grotere slagaders, maar ook hele kleine slagadertjes. Als het van die grote slagaders is en daar vormt zich een bloedprop die zo'n slagader dicht maakt, dan krijg je een herseninfarct. En als je nou op tijd
erbij bent en je komt naar het ziekenhuis, dan kunnen ze inderdaad, tegenwoordig doen we dat, kunnen we proberen dat bloedpropje op te lossen. Met trombolyse noemen we dat, dan spuiten we medicijn in. Dus daarom is het belangrijk als je ziet dat iemand of bij jezelf dat je verschijnselen hebt van een beroerte. Dus je kan bijvoorbeeld plotseling niet meer praten, je hebt een scheve afhangende mond of je kan een arm en been niet meer gebruiken om direct naar de spoedeisende hulp te gaan. Iets anders is dat heel vaak bij dementie de oorzaak, als het komt door een probleem in de bloedvaten, van de hele kleine slagadertjes is. En daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dus die kunnen we niet doorspuiten, was maar waar. Dus helaas, een groot deel van de dementie door een vaatoorzaak, dat heeft juist te maken met die hele kleine slagadertjes. Dat kan je voorkomen door goed op risicofactoren te letten voor hart- en vaatziekten. Maar als het er eenmaal is, kan je er eigenlijk niet zoveel aan doen. En dat is wel lastig voor de patiënten en de partner natuurlijk. Dan had ik ook nog weer eentje, even kijken hoor. Deze, Freek, is voor jou. Ja, misschien als jij die. En dan heb ik hier nog één allerlaatste misschien. Kan iemand ook liever worden in plaats van negatiever? Dat is een vraag van Tineke. Ja, dat gebeurt regelmatig. Ik heb regelmatig partners, met name vrouwen. Bij dementie dan? Hè? Bij dementie, ja, bij de ziekte van Alzheimer. Die zeggen van, het was altijd een hele moeilijke man. En hij is ineens veel liever geworden. Hij is aardiger geworden. Hij is attenter geworden. Waarop ik dan altijd een beetje verbaasd zeg van, goh, het is toch wat. Dan ben je 40 jaar getrouwd en dan eindelijk wordt hij lief voor je. Maar ja, dat klopt. Het gebeurt niet incidenteel. Het gebeurt regelmatig, denk ik. Ja. En dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is, kan epilepsie een oorzaak zijn? Ja, dat kan zeker. Er zijn vormen van epilepsie die waarbij de aanvallen heel subtiel zijn, maar eigenlijk geheugen achteruitgang geven tijdens de aanval. In plaats van schokken en schuim op de mond en plas laten lopen, krijgen mensen tijdens een epileptische aanval alleen maar geheugenproblemen. En dat kan er heel erg uitzien als de ziekte van Alzheimer, maar is het niet. En je herkent het doordat mensen vaak een hele dag of een paar uur kwijt zijn. Dus die zijn bijvoorbeeld helemaal vergeten dat ze bij een bepaald feestje zijn geweest of voetbalwedstrijd, omdat ze toen ten tijde van het feestje dan eigenlijk zo'n hele subtiele epileptische aanval hadden. Dat is dus niet de ziekte van Alzheimer, maar dat is wel een andere oorzaak van geheugenproblemen die wel kan lijken op Alzheimer, maar wel oorzaak kan zijn van geheugenproblemen. Nou, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen. Ja, het vloog voorbij eigenlijk. Ja, ik hoop dat jullie wat opgestoken hebben, wat geleerd en niet vergeten, nu direct aanmelden. Ja, bij hersenonderzoek.nl. Ja, hersenonderzoek. Alsjeblieft, we hebben jullie nodig. Ja, absoluut. Ja, schrijf je in hersenonderzoek.nl, draag bij aan het vinden van oplossingen tegen hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer, want zonder uw hulp komen we er niet. En met elk onderzoek komen we weer een stapje dichter bij de oplossing. Hersenonderzoek.nl. Nou, hartelijk dank voor alle leuke vragen. En ik ga het apparaat uitzetten. Ja. Even kijken waar dat kan.